De woede om WOZ-gluurders. Het is altijd al een beetje spannend als de gemeente de WOZ-waarde van uw woning vaststelt. Maar het levert nu ook wat, behoorlijk wat discussie op. Het is namelijk zo dat steeds meer gemeenten van hun inwoners vragen om foto's van de binnenkant van het huis aan te leveren. Daarmee experimenteren ze al in Brabant, in 9 gemeenten daar. Maar gaan ze nu ook bij duizenden Twentenaren doen. En dat moet je dus goed en netjes doen, want ze worden dus vervolgens kritisch door ambtenaren bekeken en bepalen mede hoeveel euro's er extra op uw WOZ-aanslag belanden. Gemeenten hopen hiermee te bereiken dat er minder bezwaarschriften hun kant op komen. Maar die WOZ-gluurders, zoals ze dus al worden genoemd, die leiden tot behoorlijk veel woede, want de Twentenaren maken zich grote zorgen om hun privacy. Ook lokale politici springen daar in de bres, net als de vereniging Eigen Huis en zelfs de autoriteit Persoonsgegevens. Een woordvoerder van laatstgenoemde instelling laat weten aan de Telegraaf: de gemeente gaat achter de voordeur kijken. Dat mag alleen in uitzonderlijke gevallen, als dat strikt noodzakelijk is. Ja, Hilmar, wat zeg je ervan? Nou, ik vind het heel bijzonder, toch? Ja. Ik ben hierdoor verrast. Ja. Alsof de gemeente, en wat gebeurt er met die foto's? En dan gaat een ambtenaar bepalen van, ik vind dit interieur en deze aanpassingen in dit huis zoveel waard. Het is volgens mij geen 1 april. We zijn niet echt in april in de buurt, hè? Nee, ja. Maar dat die 1 april ineens gezegd wordt, jongens, nee, het was een grapje. Want ja. Het lijkt mij nog een behoorlijke inbreuk op je privacy als je foto's van je interieur moet gaan maken. Ja, slaan we niet een beetje door hiermee? Ja, dat denk ik wel. Volgens mij moet je ook mensen een beetje kunnen vertrouwen en niet alles willen kapot controleren, om het zo maar even te zeggen. Ik vind dit ook nogal ver gaan.